Ik ben Janette en leuk dat je kijkt naar een nieuwe weekvlog. Het is vandaag weer maandag, dus ik ga weer beginnen met een nieuwe video. En als je er wel zin in hebt, zou ik het heel erg leuk vinden als je een duimpje omhoog doet. En even abonneert op mijn kanaal. En dan heel veel kijkplezier. Het is maandagochtend, het is nog heel vroeg. Volgens mij staat deze nog een uurtje verkeerd, ja. En ik ga even ontbijt maken, even thee maken. En dan moet ik zo meteen weer gewoon weer bijles geven als de hele week. Mijn haar is een beetje vet, maar ik ga het morgen wassen, want ik ga morgen iets heel leuks doen. En mijn nagels zijn ook heel erg aan het uitgroeien, maar dat is logisch als je heel lang niet kan. Ik ga even kijken wat ik ga eten. Ik heb echt nergens trek in. Ik heb heel veel trek, maar ik weet niet waarin. Dus ja. En dan ga ik weer bij dit geven. Dit is mijn ontbijt. Thee en yoghurt. Volgende woord, ja. Ik maak het huis schoon met een bezem. Ik schrijf op bezem. Bezem. Heb je twee keer de E? Of heb je... Oké, goed zo. Op de bodem van de zee lag een... Wrak. Wrak. Schrijf op bodem. Oké, de eerste ronde bij deze is voorbij. Ik vlam van mijn telefoon, want mijn camera ligt boven. En ik heb zoveel buikpijn. Het is echt niet normaal. En meiden weten precies wat ik bedoel. In ieder geval, ik ga even broodjes maken in de oven. En even een eitje bakken. Oké, ik ben weer terug van het bijlesgeven. En ik heb zoveel buikpijn. Ik kan echt niet meer. Oh, mijn camera is vol. Ik ga even een paar dingetjes verwijderen. Nou, ik heb wat dingen van mijn camera verwijderd. Ik moet nog even mijn schoenen uitdoen. In ieder geval, ik ga nu even in bed chillen. En dan, wat ga ik dan doen? Dan ga ik daarna werken. Ik hoop dat mijn buikpijn dan een beetje weg is. En mijn vlog komt zo meteen online. Dus ik ga even reacties kijken en allemaal dat soort dingen. In ieder geval, ik ga nu lekker in bed chillen. Het is vandaag dinsdag. En ik heb net mijn haar geverfd. En als je die video nog niet hebt gezien, zou ik het heel erg leuk vinden. Als je die video eerst kijkt voordat je mijn haar gaat bekijken. Dus ga even naar die video toe. Het is vandaag dinsdag. En ik heb mijn haar geverfd voor een video. En ja, ik ben benieuwd wat jullie ervan vinden. Ik vind het dus op zich wel meevallen. Ik ben nog nooit in mijn leven donker haar gehad. Maar ik vind het best wel meevallen. Het heeft wel een beetje zo'n paarse ondertoon. Maar op zich vind ik het allemaal best meevallen. In ieder geval, ik ga zo bijles geven. Dus ik ben benieuwd wat zij ervan gaan vinden. Misschien zien die kinderen het niet eens. Dat zou ik nog niet eens heel gek vinden. Dus ik ga eventjes een foto maken van mijn haar. Ga ik naar vriendinnen sturen en dan ga ik ontbijten. En dan zien jullie mij zo. Oké, ik heb even ontbijt gemaakt. Oké, daarnet had mijn haar wel echt een paarse gloed. Maar maakt niet uit. Het is voor 4 dagen of zo, dus ik ben benieuwd. En ik vind het wel grappig. Alleen je ziet gewoon wel een beetje dat het paars is. En ik ga even kijken wat vriendinnen ervan vinden. Oké, Eve zegt. Met wat heb je geverfd? Staat leuk. Is het wel goed uitwasbaar of laat je het zo? Iedereen zegt wel dat ze het leuk vinden. Ik heb even in bed gelegen. En ik ben echt heel erg benieuwd wat mijn oppaskindje ervan gaat zeggen. Want ik weet gewoon niet of hij het gaat zien. En of hij eerlijk is. Ik weet niet. Ik was als kind best wel brutaal. Ik zei dat wel. Oké, dus het is wel grappig. Ik denk dat ik dan mijn camera meeneem naar beneden. En dan ga ik even zijn reactie filmen. Bijles gegeven. En zomaar in dit licht is mijn haar echt paars. Maar oké. In ieder geval, ik heb even drinken gemaakt. Want ik heb de laatste tijd zoveel hoofdpijn. Omdat ik zo weinig aan het drinken ben. En
Even kijken. Mijn ene oppaskind die zei van, heb je nieuwe oorbellen in? Die zag niet dat ik iets met mijn haar had gedaan. De ander zei van, oh ja, mooi, maar het lijkt wel alsof je in de modder hebt gerold. Dus dat was weer een leuk compliment. In ieder geval, ik heb een pakketje binnen. Want deze tijd thuis zitten is voor mij echt niet goed. Want ik bestel echt alleen maar onzin. En ik heb dit gisteren al besteld. En het is nu al binnen. En dat was ook nog eens echt gratis verzending. En een hele goede deal. Even kijken. Oké, wat ik namelijk had gezien is dit om je wenkbrauwen te verven. En je wimpers. En dan had je dit ook nodig. En heel veel mensen bestellen dit bij bol.com en zo. En dat is best wel duur. En dit was echt maar volgens mij 6 euro per ding. En dan heb je... Dit moest je volgens mij om aan te maken. En dit was het product zelf, de verf. En ik heb het in light brown. En dit is voor als ik mijn haar niet meer deze kleur heb hoor. En ja, dat dus. Dus dit ga ik deze dagen even proberen. En dan ga ik het even voor jullie filmen. En ik zal een linkje in de beschrijving zetten waar ik het heb besteld. Het is niet gesponsord. Maar ik heb het bij de haarshop besteld. En het was er gewoon super snel en heel goedkoop. En gewoon fijn. Dus dat. En ik ga nu even in bed YouTube video's kijken. Of ik ga even een film kijken of zo. Ik heb gisteren 3 afleveringen van Love Island gekeken. Want ik krijg met Eve kijk. Maar we kunnen het nu natuurlijk niet samen kijken. Dus we kijken nu allebei thuis. We gaan... Maar als ik iets zwart aan heb, dan lijkt mijn haar echt gewoon paars. Ik vind het te lang. Oké. We gaan gewoon lopen. Ik ben even mijn vlog aan het editen. Mijn video aan het editen dat ik mijn haar aan het verven. Oh, dat ik mijn haar heb geverfd. En ja, ik ben er wel blij mee. Kijk, deze kleur is wel een beetje te paars en te cool. Maar het idee is wel oké. Okay. Het idee is wel oké. Okay. Maar ik ga nu verder met editen. Missie. En dat zal u niet verbazen. Nee. Het is inmiddels alweer avond. Ik heb net al gegeten en gewandeld. Dat had ik volgens mij verteld. En ik had natuurlijk vandaag dit ontvangen. En ik dacht, het is wel heel erg leuk om het nu even te proberen. Dus ik ga het nu gewoon doen. Ook al is het handiger natuurlijk om met zonlicht te doen. Alleen, ik kan gewoon met dit soort dingen nooit wachten. Dus ik doe het nu. Dus ik ga even mijn make-up van mijn wenkbrauwen afhalen. En dan ga ik jullie het eventjes laten zien. Oké, ik heb de rest van mijn gezichtsmake-up er maar ook even afgehaald. Want dat is denk ik beter. Oké, wat je moet doen is van deze... 2 centimeter even een bakje doen. Dus ik heb even dit gepakt. En ik heb de kleur light brown. Maar ja, nu met mijn haar maakt het toch niet uit. Alleen ik wil gewoon kijken hoe het eruit ziet. En dan 10 druppels van deze. En deze heb ik er apart bij gekocht. Dus die ga ik er ook bij doen. 3, 4, 9, 10. En dan moest je het gewoon aanbrengen in je wenkbrauwen. Het ziet er heel oranje uit. Dus laten we niet hopen dat straks mijn haar helemaal assig is. En dat dit dan helemaal zo is. Nou, ik ga het gewoon aanbrengen in mijn wenkbrauwen. Ik zit toch thuis. Het maakt allemaal niet meer uit. Oké, de verf zit om mijn wenkbrauwen. Ik kon het niet zo gelijk... Ja, ik kon het niet heel goed aanbrengen. Dus ik hoop dat het goed zit. En ik ga het nu... 5 tot 10 minuutjes laten intrekken en dan ga ik het eraf halen. Moet dat met water? Geen idee. Ik ga het er gewoon afhalen en ik zie wel.
En daarna ga ik ook slapen. Dus ik laat jullie wel nog even het eindresultaat zien. Want dat is wel leuk. En dan ga ik daarna lekker slapen. Oké, let niet op mijn hoofd. Maar ik heb het eraf gehaald. En ja, het mag van mij wel iets donkerder. Het heeft wel heel goed gepakt. Goede verf. Ik ben er echt tevreden mee. Maar ik ga het morgen nog een keer doen en dan wat donkerder. Ik heb het nu dus van 5 tot 10 minuten laten intrekken. En ik heb het nu 6 gedaan. Maar het kan dus wel ietsje langer. Want zeker met blond haar zou ik zelfs ook nog donkere wenkbrauwen willen. In ieder geval, ik ga nu lekker in bed liggen. Oké, goedemorgen. Het is vandaag woensdag 1 april. April alweer, het gaat zo snel. En ik heb mijn haar even vast. Want ik ga zo meteen namelijk even een rondje skileren. Dat heb ik echt al zo lang niet gedaan, maar ik vond het vroeger zo leuk om te doen. En ja, ik heb dus net mijn make-up gedaan en ik sta eigenlijk op het punt om net weg te gaan. En ja, dat dus. In ieder geval, wat ik vandaag nog meer ga doen is aan school werken. En ga ik proberen dan, want ik heb nog letterlijk niks gedaan deze 3 weken. Even naar de supermarkt, want ik moet even wat dingetjes halen voor thuis. En ja, dat was het wel. Dus ik ga nu mijn skilers aandoen en skilers. Ik heb 3 jaar niet gedaan, maar ik ben echt maar 1 keertje gevallen. Oeps. En ja, wat wel een beetje raar is, want we hadden allebei onze app aanstaan. En ik had dus minder kilometer dan wat zij had gedaan, maar we hadden gewoon even ver natuurlijk geskiederd. Dus dat vond ik een beetje gek. Dus ik moet daar even naar kijken. In ieder geval, ik ging bij mijn vader mijn skiders halen. En toen zag ik dat er een klein pakketje was van AliExpress. Ik wist niet dat die nog kwamen, maar ja. In ieder geval, ik weet denk ik al wat erin zit, ja. Heel erg blij dat ik ze eindelijk weer terug heb. Ik zal even het verhaal erbij vertellen. Ik had dus van die leuke oorbellen die toen echt helemaal in waren. Die echt iedereen had ongeveer. En toen was ik naar de McDonald's en toen was er dus 1 uitgevallen. Toen had ik op dat dienblad had ik die oorbel neergelegd. En toen had ik het in de prullenbak gegooid. Dus ja, toen was die ander ook weg. In ieder geval, toen dacht ik, ik bestel ze gewoon nog een keer. En ik bestel er ook gelijk 2. Alleen ik zie dat dat niet helemaal goed is gegaan. Ik zie ook 2 andere die ik niet heb besteld. Heb ik er die dan bij gekregen of zo? Nou ja, in ieder geval. Ik heb het over deze oorbellen. En ik vind deze echt heel erg leuk om te dragen als je gewoon maar 1 paar in hebt. Ze zijn wel een beetje anders dan de vorige. Maar ik vind ze alsnog heel erg leuk. En er zitten ook 2 andere ringen bij. Ik ga wel even bij mijn bestellingen kijken. Want ik heb deze bestelling ook begin januari of zo gedaan. Ik hoop echt dat jullie de vlogs een klein beetje leuk vinden. Aangezien ik natuurlijk heel veel thuis zit. Accounts. Bestellingen. Ik had ze besteld. Zie ik nu inderdaad. Alleen. Ze lijken gewoon echt veel kleiner op de foto. Ze zijn echt huge. Ik dacht gewoon het zijn kleine ringetjes. Maar ze zijn echt super groot. En dit gaat me sowieso niet staan, denk ik. Het is een beetje ordinair als ik dit in heb. Ik denk dat het echt heel heftig is. Nou, misschien is het een keer leuk. Gewoon een soort van zwart outfitje en alleen deze ring in. Moet ik even naar kijken. In ieder geval, ik ga nu even me omkleden. En dan heel even langs de supermarkt boodschappen doen voor mijn moeder. Ik heb gewoon even mijn Tommy trui aangedaan. En daaronder gewoon een lekkere zwarte flared. En ik ga nu even de boodschapjes halen.
heb boodschap gedaan. Ik heb ook gefilmd wat ik heb gekocht. Dus dat hebben jullie al gezien. Ik ga nu voor het eerst in 3 weken aan school werken. Alleen, ik ben zo leerontwijkend gedrag aan het tonen. Want ik heb net ook een cake gemaakt. Die zit nu in de oven. Dus die ga ik straks lekker eten. Maar ik ga nu mijn bureau opruimen. Ik dacht eerst, ik ga eerst mijn hele kamer opruimen. En dan pas aan school werken. Maar dan zijn we zo een paar uur verder. En het is al 2:30. Dus ik ga gewoon alleen mijn bureau opruimen. En dan aan school zitten. Ik was bezig met mijn schooldingen. En het gaat eigenlijk heel goed. Ik ben met Floor en Voske zijn we bezig met een lessenserie over migratie. En ik heb eigenlijk best wel goed gewerkt. De cake is ook uit de oven. En ik tilde hem op en ik liet hem vallen. Dat is echt iets voor mij. Dus hij was echt helemaal gebroken. Nou ja, hij viel wel gewoon op het aanrecht. Dus het is niet heel erg. Maar ja, maakt niet uit. En toen ging de bel. En nu heb ik een pakketje. Dit thuiszitten is niet goed voor mij, want ik ga zoveel bestellen. Ik pak eerst even de oplader voor mijn laptop, want ik ben heel bang dat die uitvalt. En dit is nogal belangrijk om te houden. En nu weet ik ook weer wat ik bij mijn vader ben vergeten te halen. Omdat dit bij dat pakketje moest. Ik heb namelijk iets besteld bij Douglas. Er zit een monstertje in van de Embryolisse crème. Heel fijn, want die gebruik ik elke dag. En ik heb van de Ordinary lijn heb ik 2 dingen besteld. Want je hebt dus ook een soort van advies. Dus dan heb je voor droge huid, voor huid met veel pigmentvlekjes en nou, allemaal dingen. Heb je een soort van instructie van wat je elke dag kan gebruiken. En die crème heb ik dus ook. Die ligt dus nu wel bij mijn vader. Dus die ga ik dan straks wel even halen. Of ik begin er gewoon morgen of zo mee. En ik heb al best wel veel fijne dingen van de Ordinary. Maar ik dacht, als ik deze lijn nou ga proberen, dan kunnen jullie het ook bestellen. Want het is namelijk echt heel goedkoop. Tegen de droge huid. Vocht inbrengende producten voor een stralende huid. Oké, begin een routine door te reinigen met deze. De naam kan ik niet uitspreken, maar dat zit dus in dit doosje. En dan heb je dus daarna ook nog gebruik vervolgens een crème. Die is vocht inbrengend. En die crème ligt dus bij mijn vader. Die heb ik dus nog nooit gebruikt. En dan voor in de avond begin je weer met die cleanser. Dat is deze. En dan doe je een paar druppels van deze. En dit is een oplossing met een vocht inbrengende werking zonder de poriën te verstoppen. En dit lijkt een beetje op een olie. En dit gebruik je dan weer in de avond. Laat ik dit gewoon lekker proberen. Het kost echt helemaal geen drol. Dus heel erg blij mee. Ik ga nu verder, want ik was nu echt heel erg goed bezig met mijn schooldingen. Ik was echt bijna klaar. En dan ga ik, nou, misschien als ik er zin in heb, zal ik het wel even gaan halen. En anders zoek ik het een andere dag. We hebben toch nog lekker veel tijd. En ik ga denk ik ook die foto's hier van mijn muur afhalen, want ik vind het er echt niet meer mooi uitzien. En ja, dat dus. En ik heb net ook de vlog online gezet over dat ik mijn haar bruin ga verven. En die komt vrijdag online, maar die is dan al online als jullie deze vlog zien. Oké, ik ben weer bij C thuis. En ik ben ook met Ijf. Ja, wat is dat? Witte wijn. Oké. En wat vinden jullie van mijn haar? Dat kan je wel zeggen. Jullie stemmen mogen er wel op. Open even je vlog. Hey, leuk dat je kijkt naar een nieuwe video. Video. Hallo, toen ik met Segi filmde was zo ongemakkelijk. Ik kwam gewoon niet. Nee, ik kwam gewoon niet uit mijn woorden als zij erbij was. Nee, maar wat vinden jullie van mijn haar? Dat is leuk, dat vinden mijn kijkers leuk om te weten. Wat vinden jullie mooier, blond of bruin? Ben je aan het filmen? Ja. Nou, ik had het lelijker verwacht. Mag eerlijk zijn? Ja. Nou, er zit een beetje een groene gloed aan. Ja, maar dat is dat nu voor het eerst. Nee, ik vind het mooier dan ik had verwacht. Ik dacht echt, wat ga je zelf aandoen? Maar mijn moeder vond het wel heel mooi. Ja, mijn moeder niet. Maar ik vind blond. Mijn oppaskind zei, heb je in de modder gerold? Wat erg. En mijn andere oppaskind zei, heb je een nieuwe oorbelling? Ik vroeg zo van, zie je iets anders aan mij? Ik weet niet of die lekker is. Mijn vader zei, je moet maar even kijken. Nou, schenk gelijk nog meer in dan. Anders gooi het weg. Nou, proost op onze santé. Gaan we de nieuwste tempo? Ja.
Heb jij nou die eerste ik van... Ik moest me inhouden om hem niet te kijken. Ik ook. Dus, ik maar, ben ook wel benieuwd. Hebben jullie de eerste aflevering van Like Monica gekeken? Ik heb ze alle twee al gezien. Oh. Kling, kling. Maar, heb je, hoe heet het? Ik vind het best wel een beetje raar. Oh, lekker wel. Dat ze heel veel praten over... Over Robert. Ja, en over Lars gewoon. Ik vind het zielig voor Lars. Ik ook, dat laatste stukje vond ik echt heel zielig. Ja, het is dat echt een trill. Dit is Temptation Island. Goedemorgen, het is vandaag donderdag. En het is 9:30, dus over een half uur kom ik op als kindje ontbijtjes te geven. En ik heb even ontbijt gemaakt. Ik heb gewoon krusli, of hoe heet dat, met yoghurt. Ik moet wel nog de mascara boven mijn ogen weghalen. Maar dat doe ik zo meteen als het is opgedroogd. Echt een goede tip, want dan gaat het echt heel makkelijk weg. Dus ik ga nu even dit opeten en dan ga ik even... Ik ga ondertussen even het nieuws kijken. Want dat kijk ik dus altijd elke ochtend bij mijn ontbijt. Of tijdens het make-up doen. En dan ga ik zo weer bij de schrijven en dan zien jullie mij. Ik denk daarna weer. En misschien zal ik iets filmen, maar... ik wil natuurlijk gewoon de kinderen niet in beeld brengen. Ook al vindt hij het echt super leuk. Dus ik moet even kijken hoe ik dat ga doen. Oké, de eerste ronde bij de is voorbij. Maar lijkt in dit licht echt heel licht. Maar in de oven staat aan en ik ga even croissantjes maken. Ik heb vandaag weer de hele dag bijles gegeven. En daarna heb ik een rondje door het bos gedaan. Om even te wandelen. Alleen er was dus zo'n hond tegen mijn broek aangekomen. En ik vind dat zo vies dat er allemaal van dat slijm op je zit. Eww. Dus ik heb gelijk even wat anders aangedaan. En ik ga nu nog even in mijn bed YouTube video's kijken. Of een serie, ik weet nog niet. Want om 6 uur moet ik werken. Dus dan wil ik daarvoor ook eten. Dus ik heb nu ook al trek. Alleen als ik nu iets ga eten, dan heb ik straks geen trek meer. En ik ga straks even pizza maken. Dus dat. In ieder geval, ik ga nu even video's kijken. Goedemorgen, het is vandaag vrijdag. En zoals jullie zien, ben ik weer blond. Volgens mij is alles eruit. Misschien aan de bovenkant niet helemaal. Maar voor de rest... ben ik gewoon weer blond. Ja. Hoe heet het? Ik heb gisteren gewoon mijn haar gewassen. En ik heb niet eens echt heel erg zo gedaan. Maar het gaat er gewoon heel snel uit. Ik was er wel heel blij mee. En misschien dat ik het wel nog een keer. Gewoon een andere keer doe. Of misschien een andere kleur. Dat vind ik ook wel leuk. In ieder geval, het is nog heel vroeg. Het is nog niet eens 8 uur. Ik heb net mijn make-up gedaan. En ik ga zo meteen weer 1,5 uur skileren. Alleen ik heb om 10 uur bijles, dus ik moest het hiervoor doen. Dus daarom hebben we heel vroeg afgesproken om dit te gaan doen. Ik lijk wel gek. En gisteren, vannacht, is het nieuwe album van Lil Kleine uitgekomen. Dus ik heb net tijdens make-up doen wat nieuwe liedjes geluisterd. Ik weet nog niet echt wat ik ervan vind. Er zijn wel 2 liedjes die ik heel leuk vind, maar ik heb nog niet alles gehoord. En ik ga altijd gewoon eerst het hele album af. In ieder geval, ik ga nu mijn schoenen... Oeh, ik filmde alleen maar voor mijn hoofd. Ik ga nu mijn schoenen aandoen en dan ga ik weer heel lang skileren. Ik vind het wel heel erg leuk om te doen. En het valt me ook mee met spierpijn. Vooral een beetje bij mijn enkels. Maar ja, dat kan natuurlijk gebeuren. Voor. In ieder geval, ik moet zo bijles geven. Weer zoals elke dag. En hij kan er in het moment zijn. Ik moet echt mijn bureau opruimen. Dus dat ga ik nu snel doen. Mijn kamer is echt weer troep. En dan zien jullie mij na bijles weer. En dan ga ik even lunchen. Ik ben blij dat ik weer blond ben. Ook al zit er nog een beetje bruin in. Oh, Yu heeft dat nog helemaal niet gezien. Yu, ik ben weer blond. Ik ben weer blond. Beter. Ik vroeg ook aan Laus en Rol. Wat vinden jullie mooier? Bruin of blond? Ik vind het allebei wel mooi, juf Janette. Ah. Oké, we gaan nog even nog meer lopen. Gelukkig heb ik pas 10 kilometer blijven. Ik ben alweer een tijdje bij mijn vader thuis. En we gaan zo lekker eten. Oeh, ik liep bijna iets vallen.
Ik zie er echt niet uit. Ik heb zo weinig make-up op. Ik zie dat altijd gelijk aan mijn gezicht. Er was nog een pakketje binnengekomen. Zo. En ik moet vanavond echt heel vroeg gaan slapen, want ik moet morgen heel vroeg werken. Ja? Het is vandaag zaterdag en ik heb de hele dag al gewerkt. En ik ben echt helemaal kapot. Maar gisteren zat in het AliExpress pakketje, volgens mij liet ik niet eens de inhoud zien. Wat erin zit zijn twee paar oorbelletjes. En dit is met zwarte steentjes en deze met zilver. En ik heb nog twee pakketjes, dus ik dacht ik open die ook even. En ik ben even de vlog aan het eten. Oké, er zit nog meer ringetjes in. Ik wist niet dat ik dit allemaal had besteld, maar oké. En er zit een ketting in met een jaartal. Alleen, ik vind die toch eigenlijk niet zo leuk. Maar ja, in ieder geval, ik ga nu in bed liggen, want ik ben echt heel erg moe. En dan weet ik niet of ik vandaag nog ga filmen. Oké, het is vandaag zondag en ik heb dit weekend echt super slecht gefilmd. Omdat ik altijd in het weekend echt super veel moet werken. En vanochtend ging ik even wandelen en zo. En ik had gewoon niet zo heel veel zin om de vlog te openen. En ik heb nu ook pas net mijn make-up gedaan. In ieder geval, ik moet zo meteen werken. Dus ik dacht, ik sluit hierbij ook de vlog af. En dan ga ik gewoon weer verder met een nieuwe vlog naar morgen dan. En ik hoop dat jullie het leuk vonden. Mijn blonde haar is eigenlijk al bijna weer helemaal terug. Nog een heel klein beetje zie ik een bruine gloed op sommige plekken, maar het valt heel erg mee. Dus ik hoop dat jullie het een leuke video vonden en heel erg bedankt ook voor jullie reacties onder de video. En dan zie ik jullie de volgende week vlog. Doei doeg!